Daar is die weer, de tweede aflevering van Lekker Veel, dames en heren. De eerste aflevering van Lekker Veel heeft echt zoveel stof doen opwaaien, echt ongelooflijk. Honderden reacties op Facebook en YouTube, aandacht van de nationale pers en nog veel meer. Dus Lekker Veel begint hier echt een begrip te worden. In deze tweede aflevering zul je een verslag zien van wat ik heb meegemaakt tijdens de eerste schooldag, interactie met andere exchange studenten en het feest van San Mateo, dat wat wordt gehouden eind september. Ook zul je beelden zien van het eerste huisfeestje hier, wat echt een daverend succes was. Dus geniet er allemaal van en vergeet niet te abonneren op YouTube, want voor je het weet zit Lekker Veel achter de decoder. Lekker Veel! Lekker Veel eten! Dames en heren, het is zover. Chefrinho, eerste dagje school. We hebben nog geen idee waar we naartoe moeten, dus dan gaan we nu even uitzoeken. Misschien weet deze twee uit. Het is nu 9:55 en om 10:00 moeten we beginnen, dus gaan we beginnen met de intro dag. Dus ik ben benieuwd. Een filmpje kijken, gozer. Ja, man. We gaan beginnen. Let's begin. Het is afgelopen met feest. We zijn hier op de tweede introdag van school. En zelfs hier kennen ze de wetten van Lekker Veel. Jeffrey en ik zijn nu op de eerste dag van San Mateo, het feest. En het zijn hier een beetje de Loco Crazy Boys van Spanje, man. Bartender Marquis in the house. Oh, que rico. Wow, Atatürk, man. Que pasa. Oh, oh. En wat vind je nou, Mark? Was het even leuk? Was het lekker? Ja, drink maar lekker alles op. Lekker veel eten! Ik heb net gezegd lekker veel paella, maar lekker veel mensen hier die staan te wachten voor de paella. Dus dat doe nog wel even. Paella. Zijn nu op het plein en ik heb een hoedje gekocht. Oh, que pasa, hombre! Ja, we staan hier nu bij een meertje achter de arena van de stierenvechten. En er is nog 1 minuut en dan begint het vuurwerk. Als het goed is. Als het goed is. Ja, als het goed is, man. Er zijn heel veel mensen, maar die kun je allemaal niet zien.
bij Lekker Veel. We hebben net de vuurwerkshow gezien. Jeffrey, wat vond je ervan? Yeah. It was like bomben. Wie was het? Übergeil. Geile scheisse, hè? Geile scheisse. Nou, nu gaan we naar Plaza de Ayuntamiento en dan gaan we een concert zien. Yes. We zijn hier nu bij Plaza Ayuntamiento. Er zijn zoveel kinderen dat we denken dat Sesamstraat om gaat optreden. Je moet hier wel ergens Ranja zijn volgens mij. Soy Luis. Luis. De Francia. Ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci. Hola. Yo soy Salvador. Salvador. De México, Michoacán. Arriba, Michoacán. La peda. La peda. La peda, salud. Salud. México. ¿Tu nombre? Jocelyn. México. Es que también se llama México. Hola, hola. Hola, México. Avi. Hola, Alemania. ¿Qué Alemania. Pasa? Alemania. Francia. Francia. Ataturk. Alemania. Diego. México. 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 Italia. 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 Ataturk. Baila. Ataturk. My friend. Ahora vamos a la calle de la mano. Que suban. Hey, Ferot. Ay, qué bueno.